We gaan een volledige dag in Kennedy Space Center zijn. Thuisbasis van de NASA. Let's go. This is ground control to Major Tom. Dus we hebben deze trip ook in 2001 gedaan. Ik herken mij eigenlijk niet echt goed. Alleen die raketten die daar staan in het midden, zodat je kunt doorlopen en onderlopen. Maar voor de rest, niks. Zie ik hier dat ik herken. Niks. Maar goed, het is bijna de laatste. Ja, het is bijna het laatste van de vakantie. Ja. En ik moet wel zeggen, Florida, ja, je hebt veel ingehaald. Het is niet meer de slechtste reis ooit. Wel, die huwelijksreis gaat wel de slechtste reis ooit blijven. Maar Florida is niet de slechtste plek. Maar Florida is niet de slechtste plek. Dus gewoon die reis die niet goed was. We waren gewoon nog niet klaar om met Sam voor 14 dagen op met elkaar op te zitten. En wij waren niet meer. Ja, ze zegt van dat is omdat wij nu mee zijn dat zoveel beter is. Ja, dat is toch anders met je eigen. Maar het is anders, ja, het is anders. Maar het was gewoon anders omdat het augustus was, het was veel te warm. Dus als je komt naar Florida, kom niet in de zomer. Het is echt niet normaal heat en niet normaal vochtig. Maar er zijn ook wel gewoon veel dingen. En de hotels waren niet goed en de restaurants waren niet goed. Nu heb ik gewoon door internet veel kunnen opzoeken. En ja, ik ben gewoon leuker geworden. Dat is het zo. Ik ben gewoon beter en leuker geworden. Het is precies rode wijn. Ja, kom ik beter met de leeftijd. Dat is waar, hé. Wat? Dat ik beter word met de jaren, hé. Ja. Dat is vrij overtuigend. Dat is gewoon gigantisch. Je moet dat zien. En kijk naar wat dat vuur eruit komt daar. Hier heb ik niet echt. Dat is groot, hé. Zo klein. Hé? Zo klein. Klein. Dat is groot, hé. Ja. Ja, groot. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people. And they do whatever I say so. Have chicks hair color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind. To the top, I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the mat. I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me say she down for life, but she don't even know what's my real name. Just try to get what she came for. And ain't nothing I got safe though, cause when the money go wild, everybody get a piece. But it's looking like I ain't on the payroll. Got a big house.
bars made out of Play-Doh and a plastic crown for my halo. But still a long way from my tank low, cause my Tesla charged for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. We have a little surprise growing in the space. No. Tum tum tum. Ground control to Major Tom. Denk een keer, hé, dus die raketten zijn allemaal gemaakt zo, alles wat we nu gezien hebben in de jaren 60. Hé. Dus daar zijn ze naar de maan, hé, dus eerst rond de aarde. Dus de technologie die in die raketten daar zit, dat moet toch ongelooflijk zijn. Hé. Zo die, allee, de technologie die daarin zit. Dus wat je nu in handen hebt hier, dat hier, heeft meer technologie dan dat er daar in die raket zit. Dat is een andere technologie. Dat is een meer... geavanceerde technologie. Andere. Het is verbeterd, het is veranderd. En dan mijn gsm. Zijn je er niet onder de indruk van? Ja. De technologie die in je hand zit, is beter en al meer... Je hebt al meer technologie in je hand dan dat die hele raket. Gelukkig dat we daar niet zo slim voor moesten zijn. Dus we zijn toch wel in 60 jaar extreem vooruit gegaan. In 60 jaar, hè. Eens dat je basis hebt... Ja, basis. De basis is begonnen met dat wiel. Zonder wiel kost me die raketten niet op zijn plaats zetten. Deze Lunar Rover, dus dat is waar ze mee op de maan reden. Dus dat kwam in een pakketje. En dan moest je dat samensteken. Dus daar zit zo de handleiding. Zo'n IKEA handleiding. Zodat je dan moet stap 1, stap 2. Maar dat is hier echt de max. Kijk. Echt de max. Wat? Je vrouw vond je grapje en het Engels grap. En ze zit dan nu tegen haar man te zeggen: It's from IKEA. I'm a funny guy. It's a dad joke. We hebben hier een beetje ruimte eten. Maar nee, het is geen ruimte eten. Het is hier een chicken wrap met frietjes. En dan hebben we hier een pepperoni pizza voor Space Orphée. En een pepperoni pizza voor Space Davinia. En een cheese pizza voor Moon Arco. En wat heb jij? Chicken tender? Kippen dingetjes. Smakelijk, hè? Dus dat zijn de lanceerplatformen daar. Dus dan zet je hier op zo'n platform. Hier zo, daar. Dus de wezen, daar. Platform. En dus daar is er één lanceerplatform van NASA. Van NASA daar. Er is één binnen voor herstelling. En daar heb je dan, ook SpaceX van Elon Musk. Waar dat je dan, als je veel geld hebt, kan betalen voor een ritje naar de ruimte. Voor geen echte moot nog voor niet geven, ik ga niet naar de ruimte. Waarom niet? Nope. Waarom niet? No. Waarom niet? Nou, heb je al een keer gezien hoe klein dat is? Moest ik snel daar naartoe gaan en snel weer terug, zou ik misschien een keer twijfelen. Nee. Als het langer dan een paar weken is, dan zijn dat niet. Snel? Nee, zelfs niet snel. Als je ziet hoeveel accidenten er al mee gebeurd zijn. Ja, maar nu zijn ze al beter. Ja, dat is beter, ja, uiteraard. Tot. Kan ik eens zeggen, nee, er was daar een vliegtuig, een supersonisch vliegtuig. En wel, het is ook een keer ontploft spel. Het is hem hier en meer gemaakt. Ja. Kijk, als nu weer gaan iemand eentje gaan naar maan. Het kan ook ontploffen. Ja, maar ja, het is erover. Nee, niet voor mij. Je bent gewoon bang in een kleine ruimte. Ook. Je bent gewoon een watje. Ook. You're going to space, man. Oei. Ik ga naar een grotere mate. You can have it if you go to school with that. Look at your nose.
dat hier is de originele Atlantis, die dus in de ruimte is geweest. Hier. Dus dat is eigenlijk naar de ruimte geweest hier. En teruggekeerd. Dat was het eerste voertuig dat ze gemaakt hadden. Vroeger waren het dus raketten, dus naar boven. En dan landt dat in het water en was alles gewoon kapot. Moesten ze opnieuw iets maken. En dan hebben ze gezegd van oké, we gaan iets maken dat we kunnen hergebruiken. En dat was dus de Atlantis. Dus eigenlijk moesten ze opnieuw denken. En eigenlijk was het achteraf bedacht zo, ah ja, een vliegtuig. Maar we gaan dat vliegtuig dan in de lucht krijgen. Dus vasthangen naar raketten, dat hebben ze allemaal wel gezien. Maar dat is eigenlijk origineel. Dat is in de ruimte geweest. Ik kan het niet genoeg zeggen. Dat is in de ruimte geweest. Wat dat belangrijk is om te weten, is als je hier doorloopt, zijn er wel veel films en veel verschillende theaters. En je zou dan op een gegeven moment kunnen zeggen van ja, we gaan in dat gebouw hier. En je zegt van, oh, weer al een film. Ik heb echt lusting voor weer een film te zien van iemand die in de ruimte hangt of weet het nog allemaal. Maar als je die film niet bekijkt hier van in Atlantis, kom je niet in die ruimte hier. En kan je die Atlantis, dus kijk hier. Is de Atlantis hier, zo groot is dat. Dus dan zie je die Atlantis niet. Denk eraan, als je denkt van, het zal misschien niet interessant niet zoals zijn. Papa zijn. Het zal misschien niet interessant zijn, het zal misschien saai zijn. Dat je dat hier niet ziet, dat scherm gaat naar boven. En dan zie je helemaal de originele Atlantis. Dus, ja, het is al bij elk film geweest dat je ergens in een andere ruimte. Ja, dat je ergens in komt dat je zegt van, wow, gelukkig hebben we dat filmpje gezien. Dus slaat de filmpjes niet over, hoe saai dat het ook mag lijken. Je hebt de strap. Die vluchtsimulator, dus die simulator die zo de start doet meemaken, dan ga je zo'n klein beetje omhoog. Je moet dat zeker doen, het is echt de max. Mama was een beetje bang, maar vond je het leuk? Ja. Ja, het was leuk. Het doet wel een rare ding met je hoofd. Als je zo weer naar beneden komt, heb je wel zoiets van wow. Maar echt cool. Dus als je met kinderen komt, het is niet alleen een saai ding voor te lezen, het is ook wel leuke attracties eigenlijk. Belgium! Dus dat was een capsule, zo dat je gewoon hier moest inzetten om terug naar de aarde te komen vanuit de ruimte. Met een parachute was je dan aan het landen in het water. Hier hebben ze dan houten panelen hangen om dus te zien waar dat de knopjes waren. Dat is natuurlijk niet echt, dat is gewoon een simulatie. Dus maar hoe cool is dat hier eigenlijk? Niet veel plek om hier, dus hier te zetten. Hopelijk dat je veilig naar huis kwam. Het is wel zo'n capsule waar dat ze mee naar beneden gekomen zijn van de Apollo. Hé. Plek genoeg? Ja? Dan stel je voor dat je in de ruimte zit. Ga je nog op je gemak zitten?
deze Mars 2020. Dus die gaan naar Mars gaan en zal die dat terugbrengen naar aarde voor volledige analyse en een volledige inspectie wat dat er daar gevonden is en voor verder onderzoek. We zijn dood op. De race was echt lastig. En we hebben veel gedaan en zeker die laatste dagen waren het zeer lastig. Pretpark doen is echt lastig. Maar goed, we hebben altijd lopen staan en veel gedaan. Dus we gingen dat hier nog Heroes and Legends bezoeken, maar het was een show. We moesten weer nog, ik weet niet hoe lang wachten voor die show. We hebben het gehad. We gaan naar het appartement. Het zijn er die aan het strand gaan liggen, aan het meer. Het zijn er die gaan zwemmen. We gaan chillen. En dit is het. Kijk, het was mooi. Het was mooi. Kennedy Space Center. Het was echt cool. Oh, you look so beautiful. Oh, yes. I got my wife's hat. Oh, I'm pretty. Wave your hair.